Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. En vandaag staan we bij Beekse Bergen. En ja, ik ben met mijn opa en oma en Jamie. Kunnen jullie nog lachen? En het is lekker weer en we gaan dus allemaal die dieren hier kijken. Want je kan dus in Beekse Bergen zelf rijden met de auto door het park. En dan ga je een soort van safari doen. Dus we gaan met z'n allen op safari. Ja. In Afrika, maar in Nederland. Jullie zien het allemaal wel zo meteen. Ja hoor. Jamie zit al. Zin in op safari. Wij gaan als eerste autosafari doen. We zitten al in de auto. Dus op naar dieren. Op safari met opa en oma. We rijden over een palenbrug. Brug. File op safari. Maar misschien zit er iets, een beestje. Een strandhoopje. Oh, poepjes. Toch wel. We staan even in de winkel en mijn opa is omgetoverd tot een, wat ben je? Een leeuw? Tijger. Tijger met een staart. Tijger met een staart. Jamie de hyena. Ik ben een giraf. Ik hou van giraffen. Ik ben opgetoverd tot een giraf. Staartje erbij. Prachtig. Nou, wij gaan weer verder op safari hoor. Ja. Hij zit midden een dromedaarsje weg. Dat is leuk joh. Dat hem niet aan de kant. Misschien wel Jamie. Precies. Hey vriendje. Een beetje giraffenkleur en een beetje zebrakleur. Vogels. Ja, het is een lesbisch hier. Lesbische zebra. Ja, die bestaan. Nee. Het is geen lesbisch toch? Hoe weet je dat nou? De auto safari gedaan. We hebben niet al te veel beesten gezien. De giraffen en de zebra's waren op het laatst wel heel mooi. Ook een kleintje. En nu gaan we naar binnen en dan gaan we nog veel meer zien. Hopelijk. Ja. Ja, en hier was nog een hele grote olifant. Hopelijk. Ook bij mij even mee op een oliebeer hoor. Was dat. Een oliebeer. Oliebeer? Ja. Ja. Denk het ook. We zitten in het park, in het zonnetje, en we hebben een broodje om te drinken. Lekker. Deze aap heeft een hanenkam. Deze leeuwen zitten nu niet meer op het dakje. En die liggen lekker te slapen in de hete zon. Oh, ik kan hier niet overheen komen. Oh, fijn. Open de tijger hoor. Kom maar. Ze reageren er niet op hoor. Ik ben geen tijger, ik ben een leeuw. Leeuw dan. Dat zijn botten die de leeuwen hebben gegeten. Wat voor beest zou het zijn geweest? Een hert? Ja, dat kan wel. Allemaal grote kompaapjes. Giraffen zijn echt mijn lievelingsdieren. Wat zijn jouw lievelingsdieren, oma? Nou, ik vind de giraf erg mooi. Ja, een mooi beest, zo lang of zo. Zijn ja, vlekjes. Mooie lengte en ze zijn mooi getekend. Ja. En de zebra's, die zijn ook zo mooi. Zebra's ook wel cool, ja. Ja. Opa, wat is jouw lievelingsdier? Dat ben jij. Ja. Sinds wanneer word ik een dier? Oh, zo, sorry.
Oh, wat mijn lievelingsdier is. Ja, jouw lievelingsdier. Nou, die giraf vind ik wel heel bijzonder. Ik vind die zebra vind ik ook heel mooi. Ja, zijn oma ook al. Ja. Leuk. Ja, hij zit gewoon te poseren. Ja. Ja, hij zit lekker. Ja. Ben jij zijn broer? Ja, ik ben zijn broer. Ah, ik zie de vergelijking al. Ja, ja, zie je het wel? Dat haar? Ja, precies hè. Ja, ja, ik zie het wel. Ja, verder, ik ben wel intelligenter hoor. Oh, en jij bent ook ben je jonger of ouder dan hem? Jonger. Jonger, oh, dat zag ik gelijk natuurlijk. Hij heeft wat meer rimpeltjes. Ja. Wij volgen een geheime kinderroute. Ja, een balk. Oké, lekker. Bijna vallen. Yes, oeh. Wij gaan even naar het pakhuis. De wc binnen. En als je op de wc zit, kan je een interessant feitje lezen. Zetten we even pauze. We zijn dus in Congo door. We gaan een boottour nemen zo meteen, maar nu even een ijsje eten. Het is echt heel groot en lekker, chocolade. Dit is ook lekker. Ah, een grapje. T-shirt, oja lele. Ik ben Kadri, ik ben een nieuw Kadri. Van Afrika tot in Amerika. Ik pas hier helemaal thuis. Geen goede zin, ik weet het. We hebben een lekker ijsje op. Helaas heb ik een gemorst op een nieuwe witte shirt. Chocola. Maar het gaat er ook in ieder geval uit. En we zitten nu op een boot. Boot safari en lekker in het zonnetje. Ik ben benieuwd wat voor beesten we gaan zien. Ik heb geen idee. Krokodillen. Krokodillen? Natuurlijk niet. Maar we zijn serieus hier. Ja. Nee. Jawel, maar in een verblijf wel. Niet al te veel gezien op die boot, maar dat was wel grappig. En we zijn weer bij het beginpunt aangekomen waar ook de leeuwen liggen. En nu liggen de leeuwen ook echt op het dak, dus ik zal ze even laten zien. Ze hebben echt zo'n leuk autootje ook. Ja. Oh, kijk al die mooie beesten. We zijn net Freek Vonk in het wild. Maar dan Mandy, Jamie, opa en oma op safari. Kom met me mee. Heb je ook zo'n lijntje op deze safari? Ja. Geweldig, oh, ik vind geweldig. Ze geweldig, 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 geweldig. Ik ben helemaal excited. Kijk daar, die mooie leeuw. Ze ligt zo lekker erbij op dat mooie takje van die auto. Echt typisch Afrika, maar dan in Nederland. Ik kwam net een vogel heel laag overvliegen en nu zijn al die beesten tot leven gekomen. Ik zal hem eigenlijk pakken, maar dat is niet gelukt, denk ik. Kijk eens. Opa maakt geluiden. Ze kijken allemaal. Ze vinden u wel leuk, opa? Ja. Ik vond het wel echt Afrika uitlopen. Oké, we zijn nog nooit in Afrika geweest. Maar goed, een lekkere boompies. Oh, en je hebt weer een kakhuis. Genoeg kakhuizen hier. Oh, je voelt nu kakken. Ja, dat bedoel ik. Nou, we zijn weer buiten. Hier bij de olifant. De in- en uitgang. En nu gaan we weer terug naar huis. En dan gaan we daar ergens wat eten. Een patatje of zo. We zijn beland bij de Mac. Lekker. We zijn thuis aangekomen. Wat vonden jullie van deze dag? Nou, ik vond het fantastisch. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Ja, we hebben genoten van de beesten, van de zebra's, van de grote langnekken en van de... Nou ja, en tijgers. Fantastico. Oh ja, nee, van de leeuwen. Van die leeuwen, van die grote leeuwen, ja. Met die grote manen. Het was een erg leuke dag. Ik was wel bang voor die leeuwen. Het was heel gezellig. Dankjewel. He? Dankjewel. En jij kon het erg goed nadoen, het geluid. Dat deed ik. Maar ja. Dan was dit nu de video.
Zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Nou, jullie ook bedankt voor het kijken. En allemaal een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog. Ja. Te abonneren, te reageren. En jullie bedankt dat jullie bij ons waren. Ja, dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het meenemen. Tot de volgende keer. Doei.